En als je even kijkt naar de situatie in Afghanistan, hoe die ervoor staat, wat de invloed van de Taliban is en hoe de verhoudingen in Afghanistan zijn, dan moet je constateren dat die hele oorlog die daar gevoerd is door de Amerikanen en hun bondgenoten geen enkel effect heeft gehad op de verhoudingen in het land. I was just walking around Kabul and I can tell you the mood is changing. This was a city that felt different from the rest of Afghanistan. It was a cosmopolitan city that wanted to be an international hub. There was an optimism here even in the worst days. Now there are a lot of hard stares and people are preparing for the worst. The Taliban zijn nog steeds de bovenliggende partij. Dat is op zichzelf diep droevig dat dat eindeloos geduurd heeft. Dat ook Obama zich om heeft laten lullen om daar nog eens een keer een vrij omvangrijke troepenmacht heen te sturen zonder dat het enig effect heeft gesorteerd. Dat is ook een hele treurige zaak. I want to speak to you tonight about our effort in Afghanistan. We will pursue the following objectives within Afghanistan. We must deny Al-Qaeda a safe haven. We must reverse the Taliban's momentum and deny it the ability to overthrow the government. And we must strengthen the capacity of Afghanistan's security forces and government so that they can take lead responsibility for Afghanistan's future. Het idee was natuurlijk om in Afghanistan, want daar waren die kampen van Al-Qaeda. Maar goed, die begrijpt daar eens een eind aan gemaakt. En natuurlijk het idee was dat ze Osama Bin Laden wilden vangen. Maar ze hebben zo getreuzeld wat op zichzelf werd dat regime in Afghanistan relatief snel opgerold. Maar in eerste instantie wilden de Amerikanen, als er gebombardeerd zou worden en Amerikaanse vliegtuigen zouden neergehaald worden, dan wilden ze ook een systeem op de grond hebben en sowieso in functie hebben waarmee die piloten gered zouden kunnen worden. En ik heb begrepen dat dat nogal een tijdrovende en ingewikkelde zaak was. Het gevolg is dat Osama ontsnapt is. Die woonde wel in Kabul en dat iedereen wist waar die woonde. En ik vond, als het waar is, vond ik wat er beschreven werd van de ontsnapping, vond ik eerlijk gezegd vrij geestig. Want Osama gebruikte altijd Toyota Land Cruisers, die een stuk of 6, 7 of zo, van die zwarte Land Cruisers. Want je weet, als de Land Rover is die vastgelopen is in een modder, komt er een Toyota Land Cruiser en die trekt hem er weer uit. Dat is het idee. Altijd heel populair geweest bij dit type van personen. Maar hij dacht natuurlijk, ja, ik ga niet in zo'n caravan van Land Cruisers door het land rijden, want dat... Als die Amerikanen dat zien, dan ben ik wel de klos. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft zijn zelf niet grote organisatie en zijn gezinsleden. Nou, hij is gewoon met de bus naar Pakistan vertrokken. Precies, waar dat eigenlijk gepakt is, hè? In die villa of ja, in die, maar of in dat huis. Is, dan zijn we al een heel eind verder. Hij heeft zich daar gevestigd in een reusachtige villa in Abbottabad. Ja. Onder de neus van een omvangrijke Pakistanse militaire kazerne. En nou ja, ik ben helemaal niet iemand van de complottheorieën, maar dat of het aan de Pakistanse militairen niet geweten hebben dat hij er was, nou, dat geloof ik in eerste instantie eigenlijk helemaal niet. Maar hij is tenslotte pas gepakt tijdens Obama's. Maar ja, hij is tenslotte gepakt. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. More than 2 weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. Close terrorist training camps, hand over leaders of the Al-Qaeda network, and return all foreign nationals, including American citizens unjustly detained in your country. None of these demands were met, and now the Taliban will pay a price. By destroying camps and disrupting communications, we will make it more difficult for the terror network to train new recruits and coordinate their evil plans. Initially, the terrorists may burrow deeper into caves and other entrenched hiding places. Our military action is also designed to clear the way for sustained, comprehensive, and relentless operations to drive them out
and bring them to justice. Amerika is een land. Je hebt landen die verschrikkelijke pech hebben met hun politieke systeem en hun politieke leiders. En gek genoeg is dat in Amerika, zeker na de Tweede Wereldoorlog, ook overkomen in allerlei opzichten. We hebben het gehad over Duitsland, geloof ik, wat natuurlijk ja, tot 1945 de meest gruwelijke, incompetente, waardeloze, agressieve leiders heeft gehad. En daarna eigenlijk, afgezien van enkele uitzondering, voortreffelijke leiders. Wat je verder van Merkel mogen denken. Het is een prima bondskanselier geweest. Ja, in Amerika is dat politieke systeem, met name natuurlijk als gevolg van de radicalisering van de Republikeinse Partij, dus zodanig ontspoort. Ja, dat het beleid nergens naar leidt. Laten we het ook vooral daarom weer terugkomen op Joe Biden, hopen dat deze plannen daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden. Omdat we dan misschien ooit eens afkomen van die, van dat lamlendige ideologische principe van de kleine slagvaardige overheid. Hè, wat geleid heeft tot alle mogelijke reorganisaties en bezuinigingen die alleen maar negatieve effecten hebben gehad. Althans grotendeels. Maar Bush was tenslotte aan het eind van zijn regeringsperiode. Dat is een beetje de impopulairste president ooit. Een stuk impopulairder nog dan Trump was na 4 jaar. Door de oorlog vooral. Door de oorlog. We will starve terrorists of funding. Turn them one against another. Drive them from place to place. Bush junior heeft een enorm geluk gehad dat de eerstvolgende Republikeinse president zo'n onbeschrijfelijk incompetente figuur was, namelijk Donald Trump, dat hij eigenlijk op hem schijnt het zonnetje een beetje, hoewel hij er in feite bar en boos slecht afgebracht heeft. Heeft hij de wereld nou wel veiliger gemaakt? Nee, de wereld is natuurlijk niet veiliger geworden. Absoluut niet. Wat de terrorisme is altijd op elke denkbare plaats mogelijk. Dat kan altijd, ja. Wij kunnen samen nu besluiten dat we vinden dat transparantie in Nederland zo belazerd geregeld is. En dat die Rutte nou toch door kan, terwijl het een evidente wereldwijde oplichter is, dat we gaan een aanslag plegen. Met dit auditje. Dit laden we heel van vol met explosieven en we rijden gewoon het binnenhof op. Er staan wel van die soldaten, maar ja, die zijn zo verbaasd, die staan nog bij te komen terwijl de knal er al is. Of we schieten vanuit zo'n raket af op het torentje of zo. Dat zijn allerlei mogelijkheden. En we hebben ook zo'n organisatie heel uit. Het is nou dat ik het toevallig verklapt heb dat wij aan dergelijke plannen zouden kunnen werken. Nee, dat kan altijd en overal. A man identified as Al-Qaeda's recruiter in Europe now has been directly connected to two of the Paris terrorists. A Western intelligence source familiar with the investigation also says it's unclear where that man is right now. Well, this man, Jamal Begal, Al-Qaeda's top recruiter in Europe, this further substantiates the connections between attacks last week and Al-Qaeda. Very concerning. Je ziet ook nu wat er aan terroristische daden is, zijn bijna altijd ontspoorde eendelingen. Leiden die vrijwel altijd de geschiedenis hebben van psychiatrie. Neem die vent hier in Utrecht. Een drama in feite. Met die tram. Ja, die heeft een aantal mensen doodgeschoten. Totaal onschuldige mensen die in die tram zaten. Die man had een lange geschiedenis van psychiatrische problemen, van verslaving, van geweldsgebruik. En daar biedt natuurlijk dat radicale jihadisme ook een soort van excuus om dan tot in een soort geweldsexplosie te komen. Dus het kan altijd en overal. Alleen is het opmerkelijk dat het eigenlijk vrij weinig gebeurt, want toen 9/11 zich had voltrokken, dat zullen mensen zich waarschijnlijk niet meer herinneren, was het zo dat al die deskundigen op de televisie zeiden, nou, wat ik voor scenario's heb gehoord toen, dat je, ik denk dat massa's mensen hebben waarschijnlijk slecht geslapen gedurende enige tijd. Hoe was het ook weer, je kon vrij makkelijk zo organiseren, er waren, ik zal maar zeggen, 346 kerncentrales in de wereld, op de hele wereld. Dit getal moet ik even verzinnen, omdat ik niet weet hoe het er in werkelijkheid zijn. En dan moest je, geloof ik, goed gesynchroniseerd, moet je 346
jumbo's moest je kapen. Die zijn er wel, geloof ik. En die zou je dan goed gesynchroniseerd allemaal op die kerncentrales kunnen laten neerstorten. Nou, je begrijpt. Anthrax had je met een gestolen vliegtuigje op kunnen verspreiden. Nou, dat was levensgevaarlijk. Wat dacht je van vergif in de waterleiding? Dat is een van de wonderlijkste dingen van de terroristen zelf. Dat ze, het zijn wel een stelletje ontzettend weinig originele types. Dat ze altijd bezig zijn gebleven om die vliegtuigen te kapen. Terwijl natuurlijk, dat was een beetje het enige wat vrij effectief beschermd kon worden. He, doordat wij dan alsmaar onze koffer moeten openmaken. En oh wee, als je tandpasta te veel inhoud, tube te veel inhoud heeft, dan moet je hem afgeven. Je weet, daar kunnen ook... Ik weet niet of je Semtex ook in een tandpastatube kunt krijgen. Ik weet niet hoe buigzaam dat materiaal is. Ik heb pas van deskundigen gehoord dat het ook allemaal flauwekul de eerste klas is. Nee, dat kan dus. Maar in principe, die verschrikkelijke dingen die ons voorzegd zijn, dat eigenlijk de grote westerse steden allemaal, Belfast en dat soort van steden achterna zouden gaan. Dat is helemaal niet gebeurd. Ik wil er misschien even op wijzen. Ja, dat is een beetje gek. Maar sinds de corona, dat we hoorden niks meer over terrorisme. Hè? Als je nou allemaal duimen zitten te draaien. Het kan zijn natuurlijk dat die terroristen elkaar steeds bellen. Jongens, met die corona, dat moeten we niet doen. Ja, dat is een beetje flauw. De mensen hebben al die corona en zo. Maar het is interessant dat het hele probleem verdwenen is. Hè? En er wordt, ja, ik vind altijd, als er dan is zo'n één ding, dat is heel vervelend, dat, als er slachtoffers zijn. Maar het heeft, de structurele betekenis is buitengewoon beperkt. Maar de media vinden, die zijn er gek mee. Ja. Ik denk dat die vinden het echt iets geweldigs. Want als er nou zo'n geval is, dan worden alle vorige gevallen van de afgelopen 20 jaar worden nog eens uit de kast gehaald. En er wordt nog eens gezegd hoe erg het was. En er wordt fijn beeldmateriaal vertoond. Waarom? Ik heb nooit begrepen waarom dat zo was. Je weet toch dat ik me in de NRC had uitgezocht dat het aantal terroristische aanslagen voor het jaar 2000 veel omvangrijker was dan het aantal aanslagen daarna. En daar had een leuk artikel over geschreven en prima, dat had ik keurig uitgezocht. Woedende brieven, dat kon niet. Na 2000, dat wisten we toch allemaal. Nee, en na 2000 is er veel meer aandacht aan besteed dan voor 2000. Ja, dat blijven wonderlijke dingen. Ja, de media hebben ook meer op hun geweten dan je... ik weet ook niet precies wat je daar moet doen. Ja, dat is van, je weet of wat de media dan zeggen. De media hebben het zeker weer gedaan. En ook het probleem dat je spreekt over de media, dat is veel te algemeen gesteld. En de media, dat is natuurlijk een immens complex gebouw. Maar met name de televisie heeft een naar mijn idee, praktisch onherstelbare neiging tot hysterie, overdrijving, nutteloze opwinding. Hè, dat je de volgende dag denkt, waar hebben we ons nou over op zitten winnen? Hè? En je voelt ook aan, met name de tv weer natuurlijk, ik heb het niet over serieuze krant of zo. Je voelt ook dat ze zelf ook opgewonden zijn. Er is daar gaat iets gebeuren, er is iets gaande, alles gaat, hè? Dat idee. Screams and panic tonight on Barcelona's most famous pedestrian street. They're shooting. An American tourist, Jack Davy from Los Angeles, recorded as she ran for her life. Kalm aan. Je maakt er zelf ook onderdeel van uit. Nou ja, ik heb altijd geprobeerd een enigszins dempende werking. Je weet, die paar gelegenheden dat ik iets dempend zei, ben ik onmiddellijk uit de media verwijderd. Daar wil ik wel even aandacht voor vragen. Toen ik zei dat het in New York heel erg was, zonder meer, dat ik heb niet ontkend dat het erg was. Maar ik zei, het is een terroristische aanslag, het is geen oorlog. Er zit iets anders achter, daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. En dat is het idee, want anders kan je dit niet zo tot uitdrukking brengen, dat dit een act of war is. Dat het hier gaat in feite om reguliere oorlogvoering. Naar mijn idee gaat het helemaal niet om reguliere oorlogvoering, want dan ga je er naar mijn gevoel vanuit dat twee soevereine naties met elkaar in oorlog raken. Dit is een
fundamenteel andere situatie. Namelijk een situatie waarbij een terroristische daad is gepleegd door een organisatie die helemaal niets, laten we zeggen, heeft van de trekken van een natie. Behalve wanneer mogelijkerwijs een nazi erachter zit. Als dat zo zou zijn, zou het ook heel anders uit gaan zien. Dan kun je spreken van een act of war. Maar wat vindt u dan van de analyse die op dit moment ook opgeld doet, dat er nu een nieuw tijdperk begint, waarin het gevaar dus niet meer het Oostblok is of een andere staat, maar waarin het gevaar het terrorisme is. De oorlog met terroristen. Ik sta zeer achterdochtig ten opzichte van observatie dat er juist vandaag, gisteren, deze week nog een nieuw tijdperk is begonnen. Want dat tijdperk hebben we al een hele tijd. Namelijk dat terroristische aanslagen altijd en overal mogelijk zijn. Met name wanneer er sprake is van suïcidale uitvoerenden. Want dan kun je je van alles en nog wat permitteren. Maar goed, er wordt juist nu ook een feit beetje gedaan alsof dit de eerste terroristische aanslag is. Maar dat is de schaal is enorm en de effecten zijn enorm. Maar we hebben natuurlijk reeksen van terroristische aanslagen. Wij houden erg van relativeren, maar het begint ons nu te erg te worden, geloof ik. Want kijk, het is toch zo dat ook bij vliegtuigkapingen... Je wilt een nieuw tijdperk laten beginnen. Nou, dat is begonnen, want vliegtuigkapingen in de jaren 80, 70, 80... die hadden ook vrij snel navolging overal over de wereld bij andere groeperingen. Die vonden dat wel een aantrekkelijke manier om hun eisen voor elkaar te krijgen. Ik denk dat dit een sterke voorbeeldfunctie zal hebben. Dat zou kunnen. Nou, blijkbaar zijn er fanatici genoeg in de wereld. Sluit ik niet, hè. Dan krijg je nog vandaag in Rotterdam langs een gebouw waarbij je kijkt omhoog naar zo'n glazen toren en je ziet het vliegtuig erin knallen. Serieus, u zegt zelf daar ook over, het is ook iets waartegen je niet kunt verdedigen. Nee, nou, dat is dus ook misschien reden te meer om aan te nemen dat deze methode navolging krijgt. Ja, als je dan maar realiseert dat het terroristische daden zijn, het zou navolging kunnen krijgen, hoewel ik het al erg dramatisch vind om te denken dat dit nu verder met grote regelmaat zal gaan plaatsvinden. Dat lijkt me ook een tikkeltje overdreven gesteld natuurlijk. Waarom? Is een... Nou ja, dat... Wie zouden dat dan moeten gaan doen? En welke plek zouden gisteren dat deden het, waren het er ook vier die het opeens deden. Nou, ik geef toe, het is niet uitgesloten. En er wordt ook veel te veel gesuggereerd nu weer. Ook allemaal mooie retoriek. Nieuwe samenwerking. Nieuwe geweldig strenge veiligheidsmaatregelen. Maar de essentie van dit soort van zaken is dat er helemaal niets tegen te doen is. Nee, dat is zoals misschien ik ook juist het probleem. Als iemand die dat kan weten, is het wel Barak. En die legde dat gisteren heel helder uit hoe dat in elkaar zat. Denk aan Israël, wat in feite een staat is in de greep van draconische veiligheidsmaatregelen, waar ze ook nog alles van die lui grijpen, maar daar komen er altijd, komen ze er tussendoor. Dan staat ons niet ook een wereldwijde oorlog tegen het terrorisme te wachten. Stom genoeg heeft die suffe Bush met zijn medewerkers gezegd dat ze nu voortaan een wereldwijde war om terrorisme zijn gaan voeren. In feite er zijn weinigen die zo'n omvangrijke bijdrage hebben geleverd aan de groei van het terrorisme als de regering Bush junior. Dat is echt spectaculair. ISIS is grotendeels het gevolg van de mislukte Amerikaanse interventie. All of this was brought upon us in a single day. And night fell on a different world. A world where freedom itself is under attack. Nee, het is dat die war on terrorism, want dat moet je heel anders bestrijden. Dat moet je doen door politiemaatregelen en eventueel informatieverzameling, geheime diensten. Maar niet door B-52's enorme bommenlasten te laten afwerpen op... Kijk, als de Amerikanen één ding kunnen, dan is het magnifiek bombarderen op elke denkbare plaats op deze planeet waar ze dat zouden willen binnen relatief zeer korte tijd. Maar met bombarderen los je gewoon heel weinig op. Als je toch kijkt naar wat de Amerikanen na de Tweede Wereldoorlog aan interventiepolitiek hebben gevoerd, daar word je niet vrolijk van. Je kunt nog zeggen, nou oké, ze hebben Zuid-Korea niet waar uit handen van de communisten gehouden. En die Zuid-Koreanen hebben er iets moois van gemaakt. Dat staat als een paal boven water. Ik heb overigens al gezegd, ik heb een Samsung. Ik niet, maar mijn vrouw heeft een Samsung wasmachine. We hebben ook een Samsung televisie. En dan denk ik altijd van, kijk, dat is nou de wereldhandel. Hè? Dat we dat hebben, prima toestellen, ook niet al te duur. Daar is ook de marktwerking een
voortreffelijk principe voor. Hoe kwam ik aan die Samsung dingetje? Ja, door dat gebombardeerde. Amerikanen moeten gewoon... Ja, het is fantastisch dat ze het kunnen. Hè. Dat zijn die stealth-bommenwerpers. Dat is ongelooflijk. Het zijn prachtige toestellen, overigens. Daar nou niet van. Technisch vind ik het allemaal heel interessant. Maar goed, die kunnen in Ohio opstijgen. Die worden ergens halverwege worden die bijgetankt. En die bombarderen dan ergens in Azië. En dan vliegen ze weer terug. Dan worden ze nog een keer bijgetankt. En dan landen ze weer in Ohio ergens. Het is formidabel. Het heeft ook een hoop geld gekost. Het kost nog steeds een heleboel geld. Toch niet ietsje overdreven gebagatelliseerd en gerelativeerd? Nee. Integendeel, ik had het nog veel scherper aan moeten zetten. Want wat we niet gezien hebben is dat Hagens zei dat de Derde Wereldoorlog was begonnen. En dat toch de suggestie werd gewekt dat dit niet een incident zou zijn. Maar dat in feite in de grote steden van het Westen wij aanhoudend met dit soort verschijnselen te maken zouden krijgen. En ik herinner mij dat aanvankelijk Wim Kok, toen nog minister-president, eigenlijk vrij terughoudend was. Maar bij de algemene beschouwingen plotseling op sonore toon zei Nederland is in oorlog. En het waren dat soort van geluiden die naar mijn idee volstrekt onjuist waren, die de mensen ook allerlei angst hebben aangejaagd waar helemaal geen enkele reden voor was. En de hele zaak is naar mijn idee op nutteloze wijze opgeblazen. En het is ook zaak dat wij ook constateren dat wij geen oorlog voeren. Nederland is niet in oorlog. Of want in oorlog ben je met een land. Ja, bijvoorbeeld. En bovendien, als we al iets doen in Afghanistan, wil ik dat geen oorlog noemen. Maar dat zijn trouwens opbouwwerkzaamheden, mag ik daar even op wijzen. Dat schijnt juist helemaal vooral geen oorlog genoemd te mogen worden. Het is juist het sociaal werk wat wij daar doen, wat van zo'n immense betekenis is. Elsewhere around the world, the Taliban declared an end to the war in Afghanistan hours after seizing the last major city, Kabul. Speaking to Al Jazeera on Sunday, the Taliban spokesman added the details of the rule and regime would soon be apparent. He also expressed willingness to maintain peace with Afghan citizens and the international community. On Sunday, the Taliban entered the capital and took control of the presidential palace. The country's president, Ashraf Ghani, fled, saying he wanted to avoid bloodshed. Meanwhile, the U.S. State and Defense Departments announced their forces would accelerate the evacuation of Americans and Afghan refugees. Er wordt ook een beetje door de media de suggestie gewekt dat die Taliban een soort buitenlandse troepen zijn die nu zo'n heerlijk westers land en Deense democratie komen overweldigen met hun akelige islamitische overtuiging. Ja, ik kan je zweren dat die Taliban dat allemaal gewoon doodgewone Afghanen zijn. Ja, er is ook in Afghanistan een omvangrijk platteland waar nog steeds 70% of 80% van de bevolking woont. En ja, die zijn in het algemeen ook geïnspireerd door de islam. Dat zijn die lui die in die modderige huizen wonen, die je nog wel eens ziet uit de lucht in dat enorme bruine land. Dus ja, het feit is dat de regering die wij gecreëerd hebben op basis van onze beginselen, waar we duizenden miljarden dollars in gepompt hebben, nou ja, we vooral de Amerikanen natuurlijk, dat die niet doet wat die moet doen en niet in staat is om zichzelf te verdedigen tegen de Taliban. En dat die Taliban is dus wel bereid om zijn het leven te geven voor wat zij dan beschouwen. Dat vinden wij niks, maar we moeten wel denken aan Afghanistan. En we zijn dus na 20 jaar er niet in geslaagd om daar een regering te creëren, inclusief een leger en een politiemacht, die in staat zich te verweren tegen een opstandige beweging die uit dat land zelf komt. Taliban fighters behind the desk of the presidential palace. Vind je deze podcast leuk? Laat dan nu een review achter in Apple Podcast. Dankjewel.